Helaas is weer iets misgegaan. Maar ik maak even dit af. En dan ga ik uitleggen wat ik heb gedaan. Ik heb me eerst met nummer 29 de gehele basis van het haar gedaan. Daarna ben ik mijn nummer... Ik zie niet goed. 64 heb ik allemaal op de lijntjes die je ziet van de haren allemaal streepjes getrokken. Ik laat het zo direct met een andere kleur zien. Maar ik heb 3 rood tinten gebruikt. Rood-bruin tinten gebruikt. De nummer 64, de nummer 30 en de nummer 65. Ik heb met de rood tinten, rood-bruin tinten, heb ik de streepjes getrokken. Ik was nu net bezig met nummer 29 om nog een keer over de basis heen te gaan. Ook met de haar mee. En toen kwam ik erachter dat mijn app vast was gelopen. Dus ik kon niet opnieuw beginnen. Ik pak nu een donkere kleur om de schaduw vast te leggen. De 214 gebruik ik nu. Dus ik ben net als volgt te werk gegaan. Continu streepjes, 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 streepjes. Alleen dit keer maak je kleinere streepjes of over, waar dus heel de lengte een dikkere streep loopt, maak je hem helemaal donker. Even lekker donkere kleur erin. Hier zie je echt schaduw en die kleur je gewoon lekker donker in. Hier ook, langs het gezicht. Hier bijvoorbeeld. Hier ook. Ik durf bijna niet meer op te nemen, maar de volgende filmpjes zullen zeker goed gaan komen, want ik ga niet meer opnemen met mijn telefoon. Kijk hieruit. Langs het gezicht, dat je niet in het gezicht zelf komt. Af en toe nog wel lekkere, dikke, fellere strepen. Oeps! Nog wat streepjes ertussen. Als je niet goed de lijntjes durft te trekken langs het gezicht,
Dan ga je eerst langs het contour van het gezicht kleuren. En dan heb je ruimte om vervolgens door te gaan. De kleuren die ik gebruikt heb voor het haar. Ik schrijf ze even op. Dat was 29, 64. 65, 30, 29, 214. Op dit moment stop ik even. Ik wil geen gekke dingen meer meemaken. Dus dat we dit in ieder geval op film hebben. Bedankt voor het kijken en tot zo.